Een bijzondere hardloopwedstrijd trok dit weekend 220.000 deelnemers. Hiermee haalden ze geld op voor onderzoek naar dwarslesies. Iedereen wereldwijd tegelijk start, dus er zijn meer dan 200.000 mensen gestart. En een half uur na de start start er een virtuele catchercar. Die haalt je in en die gaat steeds sneller rijden. En zodra je ingehaald bent, dan stopt voor jou de race. Dus de finishlijn die haalt je in plaats van dat jij naar de finishlijn toe loopt. En verder in het nieuws vandaag, een Body Mindfit workshop aan de Waal. En Rogier Meijer kijkt terug op de wedstrijd van NEC tegen Heerenveen. Een apron waarbij iedereen op hetzelfde moment start en loopt voor onderzoek naar dwarslesie. Zondagmiddag deden meer dan 220.000 hardlopers mee aan de Wings for Life World Run. Deelnemers leggen hierbij zoveel mogelijk kilometers af, totdat ze na ongeveer een half uur worden ingehaald door een virtuele auto. Waar je loopt maakt dus eigenlijk niet uit. Hardlopers in de regio konden ervoor kiezen om te rennen door een bijzonder parcours van de Nijmeegse Sint Maartenskliniek. 3, 2, 1. Bij de Wings for Life World Run gaat het er anders aan toe dan bij een reguliere hardloopwedstrijd. Iedereen wereldwijd tegelijk start, dus er zijn meer dan 200.000 mensen gestart. En een half uur na de start start er een virtuele catchercar. Die haalt je in en die gaat steeds sneller rijden. En zodra je ingehaald bent, dan stopt voor jou de race. Dus de finishlijn die haalt je in plaats van dat jij naar de finishlijn toe loopt. De Sint Maartenskliniek doet voor het 10e jaar op rij mee aan de wedstrijd. En voor de 4e keer zetten ze hun eigen parcours uit, waaraan iedereen mocht deelnemen. Bijzonder aan de route, die liep deels door het ziekenhuis. Had het personeel daar geen problemen mee? We moeten natuurlijk zorgen dat het personeel en de patiënten die hier verblijven geen last van hebben. Maar we hebben geprobeerd om dat zo min mogelijk te laten gebeuren. En zoveel mogelijk blije gezichten te zien. En volgens mij is dat goed gelukt. Hoeveel mensen doen er mee? Er doen 120 mensen mee aan deze run vandaag. En wereldwijd dus meer dan 200.000. Doel van de hardloopwedstrijd? Zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar dwarslesie. De Wichtjesse deelnemer Ton Arts heeft zelf een dwarslesie, maar dankzij een myosuit kan hij een stukje meelopen. Myosuit is eigenlijk een zachte exoskelet die ondersteunt mij bij het lopen. Zo gauw ik een beweging maak, geeft hij de steun. Oké, en hoe werkt dat dan? Ik word helemaal vastgezet en zo gauw ik zelf bewegingen maak, dan ondersteunt hij automatisch. Doe ik niks, gebeurt er niks. Nee. Het is eigenlijk hetzelfde als een fiets met de ondersteuning. Hè? Als je trapt, dan krijg je ondersteuning. Als je niet trapt, krijg je niks. Alsnog verwachtte Ton dat hij na een paar meter al zou stoppen, maar het ging... Boven verwachting. Ik had zelf bedacht, ik ga iets van 100 meter lopen, hooguit. Maar ik denk dat ik er wel overheen ben gekomen nu. Dus toch wel een beetje een record verbroken voor jezelf? Ja, dat sowieso, ja. De Sint Maartenskliniek heeft in totaal €2.500 opgehaald. Wereldwijd staat het bedrag op €5.8 miljoen. Een workshop die niet alleen ontspannend, maar ook stimulerend is voor lichaam en geest. Elke eerste zondag van de maand geeft Irma Soetekau Tai Chi en Qigong, oftewel een Body Mindfit workshop bij de Uiterwaarden in Beuningen. Wij mochten afgelopen weekend een ochtendje meekijken. Ni hao. Ni hao. Probeer even te landen. Klein knikje in de knieën. Het staartbeen een beetje naar beneden, dus een zitbeweging maken. Ja, daardoor vlak dit een beetje af. Tai Chi en Qigong zijn eeuwenoude bewegingskunsten. Irma Soetekau geeft iedere maand aan een kleine groep deze Body Mindfit workshop in de buurt van het Dijkmagazijn in Beuningen. Ja, het is complex om dat even simpel uit te leggen, maar het is eigenlijk beginnen met een soort uitlijnen van sta ik goed. Probeer niet achterover te hangen. Kan ik connectie maken met de mooie natuur hier in deze omgeving? Kan ik connectie maken met mijn gehoor? Hoor ik het water stromen? Hoor ik de vogels? Kan ik goed geaard zijn? Zet ik mijn voeten goed neer? Kan ik uit mijn hoofd gaan? Volgens Irma heeft deze workshop positieve effecten en is het zelfs op de langere termijn gezond.
In eerste instantie is door de juiste houding en de goede ademhaling die je gaat maken, ga je dus al ontspannen en beter en dieper ademen, waardoor pijn kan verdwijnen en minder wordt, want spanningen lossen op. Maar met name merk ik heel veel mensen en ook vooral jongeren die hier rustiger van worden. Hoor het water. Voel de wind. En ga dan automatisch weer inademen. Het komt vanzelf. We zijn dat niet meer gewend. Je wordt er ook heel rustig van, lijkt me. Ja, zeker. Belangrijk. Maar sommige mensen in het begin juist niet, omdat de gedachten als een grote duivel steeds door het hoofd spelen. Dus voor die mensen is het heel goed om te doen. Korte bewegingen maken. Je ziet dat ik heel veel kracht en chi opbouw om een aanval te kunnen maken, tegen te houden. En hier toch, je denkt dat ik ontspan, maar hier zit de chi, de energie. En weer zacht zijn voor jezelf. Kijk over het water. Rust. Rust. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Ze waren zo dichtbij, maar in de laatste 20 minuten raakte NEC toch nog op achterstand tegen Heerenveen en verloren de Nijmegenaren met 2-3. Zometeen de reactie van trainer Rogier Meijer. NEC heeft de tweede aanwinst voor volgend seizoen binnen. Het talent uit de Ajax-opleiding, Sontje Hansen, staat op het punt om de transfervrije overstap van Amsterdam naar Nijmegen te maken. Buiten NEC had Hansen nog andere opties om naartoe te gaan. En dat waren niet de minste namen. Onder meer het Manchester United van Erik ten Hag zat achter de rechtsbuiten van Ajax aan. Eerder werd al bekend dat ook Mees Hoedemakers in de zomer transfervrij overkomt van SC Cambuur. De wereldwinkel in Wijchen gaat officieel heropend worden. Op zaterdag 13 mei, tijdens de Fairtrade dag, gaat de winkel in de Touwslagersbaan officieel weer open. Reden van de tijdelijke sluiting was dat de winkel een compleet nieuwe inrichting heeft gekregen van 20 februari tot 27 maart. De officiële opening van Wereldwinkel is zaterdag om 13:30 met onder andere burgemeester Renske Helmer Engelbert. Kasteel Wijchen is deze maandag het decor van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch. Het is alweer 30 jaar geleden sinds het programma de Wijchense locatie voor het laatst aandeed. Op Facebook laat het kasteel weten zo'n 750 bezoekers te verwachten. Wanneer de bewuste aflevering wordt uitgezonden, is nog onbekend. Het nieuwe vier tussen Batenburg en Demen is feestelijk gedoopt. De elektrische pont heeft meteen een nieuwe naam gekregen en gaat vanaf nu door het leven als Batosfeer. Mevrouw Nelly van Gent mocht de pont dopen. Zij is de oudste inwoner van Batenburg. Deze week is het de Fairtrade Week. Wijchen is een Fairtrade gemeente en dat betekent dat er in de gemeente speciaal en bewust aandacht wordt besteed aan Fairtrade, oftewel eerlijke handel. Vanochtend werd voor het huis van de gemeente de Fairtrade vlag gehezen. Zaterdag speelde NEC de belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen. Een rechtstreeks duel voor een play-off plek voor Europees voetbal. NEC moet plek 8 vast zien te houden ten koste van Heerenveen en RKC. Met nog 4 wedstrijden te gaan zijn het finales. In een uitverkocht Goffertstadion zagen 12.000 NEC-supporters dat NEC eerst op achterstand kwam. Nog voor de rust maakte NEC de gelijkmaker, waarna ze in de tweede helft zelfs de voorsprong pakte. In de laatste 20 minuten ging het mis voor NEC en met een enorme blunder van keeper Jasper Sillissen verloor NEC uiteindelijk de wedstrijd met 2-3. Ja, en dan baal je toch als trainer. Ja, hard uiteraard. Hè. Zeker ook omdat het denk ik niet verdiend is. En zeker ook omdat in de tweede helft wij denk ik gewoon de 3-1 moeten maken. Op basis van het spel en op basis van de kansen. Ja, en op onbegrijpelijke manier verlies je uiteindelijk de wedstrijd. En wat is het gevoel nou? Ja, je hebt een goede wedstrijd gespeeld. Ik denk dat het gelukkigste heeft gewonnen. Hoe ga je deze wedstrijd nou, hoe kijk je hierop terug? Wat ik zeg. Ik denk dat we op basis van het voetbal. Eerste helft redelijk, tweede helft goed. Ik denk dat we niet veel kansen hebben weggegeven, ook al heb je 3 goals tegengekregen. Ja, dan is het extra zuur dat je verliest natuurlijk. Alleen
Ja, we zullen verder moeten. Schouders eronder houden. Proberen bij Twente te stunten. Ja, en dan kijken of we ons terug kunnen vechten. Dat is de enige opdracht die we hebben en de enige mogelijkheid ook. Het was vandaag een vrij warme, maar vooral ook benauwde dag. Het was eigenlijk een prima 20 graden, maar de lokale buien zorgden voor veel vocht in de lucht dat het nogal klam deed aanvoelen. Morgen ziet het weer er even heel anders uit. Vanavond krijgen we te maken met een flink regengebied en eigenlijk trekt dat morgenavond pas weer het land uit. Een kletsnatte dinsdag dus met een temperatuur rond de 17 graden. De dagen erna krabbelen we langzaamaan iets terug. Woensdag houden we nog met de nodige buien te maken bij een graad of 16. Maar donderdag neemt het aantal buien alweer flink af en is het vaker droog. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe even zien. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal. Nu op RN7 kun je kijken naar De Streek In. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.